Je weet het meteen. Op brede school Noorderlicht zijn 160 zonnepanelen op het dak gelegd. Wij spraken hierover met wethouder Paul van Beers. Er zijn 160 zonnepanelen hier op het dak gelegd. Waarom is voor deze plaats gekozen? Deze plaats, Bredeschool Noorderlicht, is een vrij nieuwe locatie. Dat wil zeggen dat hij dus, optimaal geïsoleerd is, dat hij eigenlijk een, een, een nieuw gebouw. Ja, daar kun je aan isolatie, hoef je niet veel mee te doen. En dan is de laatste stap die je nog kan zetten: is kijken hoe je duurzame energie kan opwekken. En dat doen we dus nu met deze zonnepanelen 160 stuks. En deze locatie, gaan er nog meer plekken volgen van gemeentelijke gebouwen die zonnepanelen gaan krijgen of op een andere manier duurzame energie? Absoluut, absoluut. We hebben bijna 200 gebouwen in ons bezit en dat zijn, ja, die hebben allemaal zijn het unieke gebouwen. Daar zitten ook hele oude gebouwen tussen. Bij de wat oudere gebouwen gaan we eerst kijken wat kunnen we allemaal doen om die gebouwen optimaal te isoleren. Dat is niet alleen duurzaam, maar dat is ook heel erg comfortverhogend voor de gebruikers. Uh, en dan de tweede stap, daarna ga je nog kijken van, nou, welke uh, daken zijn geschikt voor uh, zonnepanelen. Misschien gaan we her en der wel een klein uh, windmolentje uh, erop plaatsen. Uh, dus in die twee stappen gaan we al ons uh, vastgoed uh, aanpakken. En uh, we, hebben al, uh, nou, we hebben eigenlijk al best wel een tijd uh, zijn we aan het rekenen geweest. Maar 2016 moet echt het jaar zijn waarin het allemaal gaat gebeuren. En dat kun je hier ook zien bij deze 160 panelen. Uh, maar wat mij betreft komen er daar nog honderden bij uh, in 2016.